In deze coronatijd gaat het volgens mij met de kunstenaars niet zo heel erg denderend goed. Ik denk dat, dat er is wel een groot steunpakket voor de cultuur, maar dat komt denk ik grotendeels bij de grote instellingen, musea, die veel vaste mensen in dienst hebben, grote toneelgezelschappen, die niet uit kunnen voeren. Dus de uitvoerende kunst krijgt daar een grote hap van. Wat ik veel van begrijp van de uitvoerende beeldende kunstenaars, dat ze de meeste gewoon helemaal niks krijgen. Ook als ze atelier buiten de deur hebben, dat ze dan ook niet in aanmerking komen voor de 4000 euro. Veel kunstenaars hebben daarnaast, dat is ook een gegeven vaak, dat was voor de coronacrisis al, die hebben bijvoorbeeld al een bijbaan. Heb je een bijbaan, dan krijg je sowieso geen recht op bijstand. Meestal werd die bijbaan aangevuld met inkomsten uit de kunst. Dat heb ik zelf ook. Dus, maar nou die inkomsten uit de kunst of uit de cultuur wegvallen, ja. Heb je gewoon minder, heb je aan de bijbaan eigenlijk een half inkomen. Dus dat is natuurlijk voor heel veel kunstenaars heel erg zuur. Dat wordt gewoon niet aangevuld. Dat is gewoon, ja, dus je moet gewoon even, dit wordt echt even 6 maanden denk ik, op een houtje bijten voor heel veel mensen. Dan komt vaak uit de grootste ellende de mooiste kunst. Is daar nog hoop? Er is altijd hoop. Uit deze ellende komen we ook wel weer uit. En het is gewoon even een flinke dip. En ik hoop dat mensen zich herpakken en weer aan de slag gaan. Maar ik hoop wel dat de waarde van cultuur eigenlijk weer eens herijkt wordt, laat maar zeggen. Want wat me iedere keer opvalt is in al die jaren dat men heeft geprobeerd om het economisch relevant te maken. En nu zie je, er hoeft maar iets te gebeuren. Dat geldt natuurlijk voor de hele economie, is dan valt alles weg. En dan heb je ook geen continuïteit meer. Dat is toch wel een hele. Dan maak je alles wel economisch relevant, maar als je geen continuïteit in de maatschappij hebt, dan heb je eigenlijk ook niet zoveel. Hoe belangrijk is kunst? Kunst is heel erg belangrijk en cultuur zeker, wat ermee verbonden is. Want je ziet sowieso heel veel mensen daar een deel van hun ontspanning uithalen. Maar het zegt ook iets over ons creatief vermogen om dingen op te lossen. En als we dat creatief vermogen niet aanjagen en niet bevragen en daar niet mee bezig zijn, dan hebben we geen discussie in de samenleving, hebben we geen democratie, hebben we geen goede gezondheidszorg, denk ik, hebben we geen goede rechtsstaat. En dat heeft er allemaal mee te maken. Voor mij is dat allemaal met elkaar verbonden.